Zalig. Welkom in Catalonië. Ik ben hier om een 40ste verjaardag te vieren, die van de Seat Ibiza. Vamos! We kennen de Ibiza als bestseller van Seat. Wist je trouwens dat de Ibiza het eerste model was dat door het merk zelf ontwikkeld werd? Dat was 40 jaar geleden. La Sociedad Española del Automóvil de Turismo werd in 1950 opgericht om Spanjaarden goedkope mobiliteit te bieden. Daarom werd een 30-jarige technische partnerschap aangegaan met Fiat, waarbij de Seat 1400, Seat 600 en Seat 124 werden geboren. Het begin van de jaren 80 betekende het einde van de samenwerking met Fiat en het begin van het Volkswagen-tijdperk. In 1984 rolde deze Ibiza van de band. De eerste Seat ontwikkeld door het merk. Toen een revolutie. Vier decennia en 6 miljoen exemplaren later blijft de Ibiza een emblematisch model voor Seat. De vijfde generatie wordt nog steeds geproduceerd in de fabriek in Martorell en blijft trouw aan de cocktail die hem zo succesvol maakte. Klopt, Volkswagen Groep is gelijk aan kwaliteit. Daarom is het ook een plezante stadswagen. Wow. De Ibiza is niet alleen aantrekkelijk, hij presteert ook geweldig met zijn 115 pk sterke 3-cilinder, 1.0 TSI benzinemotor. En omdat Dieter als Seat-importeur ook 40 kaarsjes mag uitblazen, heeft de invoerder voor de gelegenheid een kleurrijke Ibiza geconfigureerd met aluminium wielen, verduisterde achterruiten, keyless entry, parkeerhulp voor en achteraan, plus achteruitrijcamera en de mogelijkheid om je telefoon aan te sluiten via Apple CarPlay of Android Auto. En met dit alles heeft de Ibiza nog een paar mooie jaren voor de boeg.